Hey mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ga zo naar Mitchell en wat we gaan doen. We gaan iets met cola doen. En kijk, ik heb hier cola. Kijk, ik doe even mijn voorraadje. Cola en Mentos. Nou, dan weet je hoe laat het is. Dus we gaan er even heen en dan neem het even mee. Ja. Deurtje gezien, kastje weer dicht. Oh nee, poppetje gezien, kastje weer dicht. Kijk of ik het mee ga nemen. Oh, cola is niet handig. Ik kom net van mijn werk af, dus het is niet heel handig. Maar GoPro heb ik natuurlijk bij me. En dan ga je ook wat shots van zien. En die andere camera heb ik nog bij me, dus. Gaan we eerst even naar Mitchell, denk ik. Hey jongens, ik ben hier bij Hambroek. Kijk waar die Mitchell is. Nou, gaan we naar erheen. Kijk waar dat manneke uithangt. Hier hadden we afgesproken. Ja hoor, daar is hij. Oh, batterij is bijna leeg. Hey Aap, ben je er ook nog? Oh, je bent net om de hoek, hè? Ja, het was 5-2 was het toch, zei je? Ja. Staan waarbij jij te laat bent. Maar goed, ik heb twee mooie flessen bij me. Dan had ik eens even. Ik heb ook twee flessen, ik denk dat we het daar het beste kunnen doen, daarachter. Ja, grappig zeker. Maar je hebt wel een beetje treffend in het volkplein, want het is slecht. Ja, ja. Precies, dat dus. Ik ben heel benieuwd of ik dit keer ga of weer aan doen. Ja jongens, ik heb op mijn fiets gedaan. Jullie hebben net een timelapse gezien. Serieus? Dus Dat is gewoon zo'n. Wat je dat dan op je fiets? Die krijg je er gewoon hier vanaf. Maar we zijn hier nu, we gaan hier dus een experiment doen. Ik zag letterlijk laatst een filmpje bij iemand die zo'n GoPro plakketje op zijn spiegel had gedaan. Ik denk van oké, hoe ja, maar dit werkt best wel goed. Het zit echt wel goed vast. Kijk. Ja, niet je hem onderweg ergens verliest of zo. Nee, maar het is gewoon van een plakspul, van die plakketjes toch? Oké, nou ja. Het werkt echt, ja. Het is dus zo dat we gaan cola experimenteren doen, cola, Mentos en we hebben vier flessen toch? Ja, we hebben vier flessen, dus we kunnen bijvoorbeeld één keer Mentos en dan één keer gewoon kaart schudden en dan op de grond gooien. Gewoon een beetje bullshit, weet je? Gewoon lekker shit. Precies dat. Gewoon lekker, moet toch wat bij deze tijd, hè? Ja, zeker. Mentos, dan doen we maar dit soort dingetjes. Moet toch iets? Wij hebben politiek. Ja, weet je, het is een experiment, hè? Dus. Ja, dat is waar. En ik heb twee keer voor de cola flessen gekocht. Dus wat gaat doen, zeg maar. Maar goed, ik zet ze eventjes allemaal op een rijtje hier zo. Hoeveel wil je doen? Wat, hè? Hoeveel wil je doen? Ik heb twee flessen meegenomen daar. Ik wil deze, ik wil mij ook
Oké, dan druk ik ze gewoon hier neer en dan ga ik kijken wat ik ga doen. Moet ik hem gewoon omhoog doen? Moet je het gooien? Ja. Oké, dan zet ik deze even aan de kant. En anders dan is het zonde. Oké, dan druk ik hier wel gewoon gooien. Dat is wel een goede vraag. Ik doe er 2 in. Oh, je bent op een. Ja? Oké, dan wel. Oké, ik wil even wachten eerst. Dan moet je even goed schudden. Ik wil wachten en om de druk op te bouwen. Oh mijn god. Zijn jullie klaar voor? Wil je mijn ding even aan de kant zetten? Ik ben klaar voor. Zet hem even op de gas neer. Oh jee. Ja, moment. Blijf staan. Oké. Kunnen jullie wat zien? Hallo. Oké, doe maar. 3, 2, 1. Oh, de druk wordt groter, jongen. Hij spruit al. Dat mag nog wel een keer harder. Hey, Harder. Oh mijn god. Oh, wauw. Oh, fuck. Wauw, dit is een beetje. Nou, applausje voor jou, joh. Ja jongens, ik kom even aan de telefoon, want bij de andere camera is niet. Dus ja jongens, ik kom even bij mijn telefoon, want mijn andere camera is leeg. Dus, maar ja, dit was dus van overgebleven. En dit deden we. Maar dan zag je het daar. Wil jij nu? Ja. Ja, ik vind het goed. Oh god. Zijn jullie klaar voor, dames en heren? De Cola Fontein 2020. Heel snel. Oké, het zit erin. Oh, ik ben net niet snel genoeg, maar goed. Ja, de helft is eruit. Boeien, dan gooi ik hem nog harder. Oké. Oké, de druk komt goed. We gaan gewoon zorgen dat hij nog harder gaat. Zijn we er klaar voor? 3. 2. Oh, stinkt helemaal de mempels erin. 1. Ik heb het idee dat deze niet helemaal goed gaat. Ja. Jammer van die 5 euro, jongens. Oh mijn god, hij zit heel erg drukker. Daar gaan we, 3, 2. Wow. Oh, joh! Godverdamme! De hele lens! Haren! Oh jongens, mijn haren zijn helemaal smeren, mijn camera ook! Prutser! Oh, ik zei het al, er staat druk op. Er staat druk op de ketel, oh! Jeetje, deze was nog leuker. Vooral met die op jou kwam. Oh jongens, kijk. Helemaal smerig. Oké, deel 2. Zijn jullie klaar voor? Daar gaan we weer. 3. 2. Oh mijn god. Dit voelt gewoon net alsof we een oven opwegen of zo. Want hier gaat zoveel druk op zitten zo. Oké. Spanning stijgt bij met joh. 3, 2, 1. Eerst ga ik hem schudden. Oeh, je zit daar heel veel druk op. Hij zit echt vol druk al.
Ben je klaar voor? Moet ik aan de kant gaan? Nee, bij me staan. Ik ga hem hier toe gooien. Dit wordt levensgevaarlijk. Ik kom heel kant op rennen. Heel veel druk op nou. Moet nu de dop open draaien. Ja, ben je gek of zo? Dan zit ik hem onder. Oké. Nu gaat hij af. Let maar op. 3, 2, 1. Of nee, toch niet. Veel. Maar ik snap er niks van, want er zit heel veel druk op. Oké, daar gaan we. 3, 2. 1. Oh. Ik ga het een keer proberen, jongens. Oh, hier is hij. Ik ga het gewoon proberen. Oh, mijn god, waarom zeg jou wel? Nou. Je moet gewoon echt blijven gooien, hoor. Ik smash hem gewoon. Mijn oren! Godverdamme! Kijk jongens, dit helpt! Jezus! Oh. Ja, ik heb wel heel goed gesplashed hoor. Ik druk hem gewoon op de grond. Jeetje, kijk hoe die... Alles is er gewoon uit! Hij is echt gewoon ontploft hoor. Daarom kijk! Ik ben helemaal nat. Oh. En daarom ook mensen, kijk uit man, dit is echt gewoon gevaarlijk. Dit lijkt op gewoon op... cola wat je in de winkel kan halen. Gewoon, ja, je kunt het overal verkrijgen en je hoeft er maar een paar keer goed mee te gooien en het ontploft en het klonk echt als vuurwerk. Dat vind ik keihard hoor. Maar ik vind het vertaard. Wil je die tweede dan ook maar doen, want ik durf het niet. Zou ik de tweede ook gewoon doen, want dan zit ik af van mijn... Het leek wel vuurwerk man, harde knal. Dag, nu is hij van mij. Oh god. Nou, wil ik hem maar even eentje terugproeven hoe je komt nu. Keihard slecht. Waarom lukt het mij wel dan? Jeetje, dat knal. Ja, ik weet het niet. Misschien gooi ik hem niet te hard of zo. Ik wil het nog één keer proberen. Sowieso moet ik nog één keer proberen. Als jij het kan, dan kan ik het ook. Zeker weten. Wat zou je zeggen? Je zit gewoon voor ervoor. Oké. Laatste. Ga jij doen of ik het doen? Ik begin wel. Woep! Oké mensen, de laatste. De allerlaatste. Ja, ga jij het maar eens doen. En ik ga hem uiteraard weer schudden. Oh, dat is echt niet normaal, jongen. Nee, oh, boek, jeetje. Kun je de camera vasthouden, want ik ga niet gelijk doen. Ja, ik had hem ook net vast, maar... Oké. 3, 2, 1. Jij bent klein. Dat lukt niet bij jou. Hij zit al heel veel druk op. Zijn jullie er klaar voor? De splash of de... Waarom ben ik zo klein eigenlijk? 3, 2, 1. Oh! Waarom bij mijn camera? Nice! Waarom ben ik de lul? Ja, jij bent gewoon vaker de lul vandaag, hè? Is hij vies? Ja. Nee, hij is niet vies. Nee. Ja, lach maar, prutsen. Maar ah, GoPro maakt niet uit, maar... Oh. Jeetje. Nou, dat was het Cola Fontein. Of het Cola Experiment. En op zich... Hij heeft best gelukt. Maar yo! Ja, dit heeft geen effect meer hoor. Maar... Okay. Of niet, toch niet?
Hij is best gelukt, kan ik zeggen. Ja, ik vind hem best leuk. Maar nogmaals, als je dit doet, doe het dan op een Nederlands. Hij wordt agressief, jongen. Denk om je hart af. OMG. Doet niet meer. Klaar. Nee. Park is over. Ah, wel een paar leuke shots denk ik, of niet? Ik denk zeker weten dat het goed gelukt is. Dus vonden jullie het nou leuk? Godverdamme. Door duimpje omhoog. En als dit vaker moeten doen, door duimpje omhoog, dan doe ik misschien in volgend jaar nog een keertje. En sowieso natuurlijk, misschien een keer extra grote cola fest. En dat we daar gewoon... Zo'n 2 liter of zo. Ja, je kunt ook gewoon zeg maar, een klein bad maken, gewoon een zwembad maken en dan gewoon heel veel cola ik ingooien. Ik had je toch een keer in zo'n filmpje getagd op Facebook, was zo'n Dumpet. Dump? Ja, dat is van de wc. Ja, maar dan heb ik daar mijn wc kapot. Dus kunnen we beter keer op jouw wc. Nee, niet op mijn wc. Dus nee, ik denk dat we het zo wel mooi hebben voor elkaar gekregen. Wat gaan we nu doen? Zullen we alles even netjes opruimen en dan even gaan zoeken of zo? Even? Ja, ik denk dat we dit binnen of ze het nog kunnen inleveren. Nee, dat gaat niet meer worden. De ene is gewoon kapot, de andere is kapot gesplashed. Het is één grote ellende, dat willen ze niet meer. Het was gewoon een dag in de prullenbak. Ja, het is een machine in de prullenbak. Dus dames en heren, we ruimen het ook gewoon op. Maar het was wel even leuk, echt geslaagd. Wat een duimpje omhoog. Dat was echt wel grappig. Ik hoop dat hij goed op beeld zat voor mij. Dat is het. Bij jou. Ja jongens, daar ben ik weer. Ik was bij Mitchell net, dus ik ga hier op de fiets. En ik zie je zo weer. Ik zet hem hier op de fiets, dus ritje weer naar huis, naar beneden. Bedankt voor het kijken en ik hoop dat jullie het leuk vonden deze video. Het was een beetje kort, maar we hebben toch wat gefilmd. Vergeet niet te abonneren hieronder en zie ik jullie bij een andere video.